vrienden eigenlijk kijken, het hele jaar kijk ik er naar uit. Oliebol, ja, Harry's Oliebol, daar is het nu natuurlijk de allerhoogste tijd voor. Nou, let op, daar gaan we, hè. We doen het gewoon simpel, snel en smakelijk, hè, jullie weten het. Kijk, dus nemen we gewoon zo'n pak van onze vrienden van Koopman, oliebollenmix, hup, en die gooien we gewoon hierin. Kijk, dit is het onderdeel snel van de simpel, snel en smakelijk. Ja, volgende stap. 350 milliliter handwarm water. Ja, geen koud water, mag niet bij de oliebol. Handwarm water. Gaat erbij. Hoppakee. We gaan al gelijk roeren. Zorgen dat de boel in beweging blijft. Hè? En dan komt erbij, jongens. Hertog Jan. Dit is de clue. Een beetje bier erin. 150 milliliter bier. Komt erin. Hup. Kijk. Hij wordt al lekker stevig. Ja, kijk. Oh, ik heb nou al zo'n zin in die oliebol, ja. Volgende stap. De gewelde. Let op. Kwartiertje lekker laten wellen in water. Rozijnen. En die ga je er lekker een beetje doorheen scheppen zo. En dat ga je ook doen met dit. Want hier zit de clue. Appel gaat erbij. En dan gaan we dat heerlijk door elkaar husselen. Gehusseld en al. Helemaal klaar. Niks meer aan doen. En daar gaat nog even een theedoek overheen. En dan gaan we hem 3 kwartier op kamertemperatuur laten rijzen. Bijna 3 kwartier verder. En we gaan door met olie opwarmen. Ja, arachideolie gebruiken we daarvoor. Gaat ie, ik gooi er nog wat bij. Zo. Hij is gerezen. Het oliebollenbeslag is gerezen. 2 lepels, jongens, daar gaan we, hè. Die hangen we eerst even in de olie, zo. Want dan kan je makkelijker een bolletje maken. En daar gaat hij, hè. Hop. Ja, kijk, ze gaan. En ik ruik het nu al, hè. Die Harry's oliebol. Ah, die geur. Dat is wel heerlijk gewoon. En even een beetje om en om, hè. Ze dansen in de olie. Het is lekker, zeg. Oh. Ja, bollen zijn klaar. Ja, Harry's oliebol. Ja. Mooi, jongens. En nog even wat. Je moet ervoor zorgen dus dat die olie, die moet gewoon 1 temperatuur houden. Hè? Niet boven naar beneden, dit en dat. 1 temperatuur, anders gebeuren er ongelukken. En nog even wat. De oliebol moet precies 6 minuten, schrijf mee, en 42 seconden in de olie blijven. 6 minuten 42 en dan krijg je die prachtige, hier deze, prachtige bruine kleur. Ja, beetje suiker erop. En jongens, en nou ga ik hem proeven. Daar komt hij aan, Harry's oliebol. No. Hey! Hey! Hij is nog beter dan vorig jaar! No. Jongens, allemaal een heel gezond en gelukkig nieuwjaar!